meer tussen hemel en aarde. Althans, volgens Jo van Buren, die wel een heel bijzondere manier heeft gevonden om in hogere sferen te raken. Mevrouw van Buren, er is iets bijzonders met u aan de hand. Kunt u misschien uitleggen wat dat precies is? Ja, ik wil niet het woordje bijzonder dus gebruiken. Omdat ik ervan uitga dat het in ieder mens zit. Maar dat wat in ieder mens zit? Dat bijzondere, wat jullie dan bijzonder noemen. Maar wat ik begrepen heb, even misschien heel kort door de bocht. Maar u praat met aliens. Ja, maar dat is er dus later bijgekomen. En wanneer was dan het moment dat u besefte van, god, ik ben nou met iets buitenaards? Er waren gewoon ballen en ik keek die ballen na en vanuit die ballen zag ik ineens gedaantes. En ja, wat korte, wat groenachtige wezens, zeg maar. En dat zijn dan de bekende aliens. Terwijl het buitenaards leven is natuurlijk veel en veel groter en veel bijzonderder als die... Sorry hoor, aliens, ik bedoel jullie ook hartstikke goed. Maar er is een veel, ook daar is een groeiproces in van een verdere ontwikkeling. Hoe kan het nou dat u dit soort dingen allemaal ziet? Hoe kan het nou dat, dat de buitenaardsen naar u toegekomen zijn om dat allemaal uit te leggen? Als ik je nou vertel dat ze gewoon door het raam, wat ik je al eerder vertelde, niet ander huis, hè? Door het raam naar binnen kwamen, dus door de ramen heen, lichtramen, om even te verstaan, dus door het glas heen, zo moet ik het uitleggen, en ineens in mijn kamer stonden. We zijn hier natuurlijk voor uw bijzondere bezigheden, inderdaad. Ja. En wat is nou de functie van deze sterrenpoort? Kunt u dat kort uitleggen? Hij heeft te maken met de veranderingen van de aarde. Nou, ik ben heel benieuwd naar... Nou, de sterrenpoort, eerlijk gezegd. Ja, het is aan jou. Als je zegt, ik ga erin liggen, ben je bent er klaar voor, dan zou ik zeggen, ga. Ik ben er helemaal klaar voor, ja. Ja. Ik kan, als iemand daarin ligt, dan kan ik dus de kleuren zien van het lichaam. Het is geen hocus pocus ding. Het is niet 5 minuten erin en dan ben ik ineens in de 5e dimensie. 5e dimensie wil zeggen dat een mens het lijntje heeft gevonden bij zichzelf om de energie, bij zichzelf een hogere trilling van energie naar zich toe te trekken. Zijn we klaar? Ja. Ja? Het kan niet anders, laat ik het zo zeggen, dat je al heel ver gevorderd bent en dat je ongelooflijk geweldig mooi licht bij je hebt. Als je praat al over dimensies, over trillingen, dan zit je al tegen de rand aan van over de 4 heen, tegen de 5 aan. Wat wilt u nou zeggen tegen de jongeren van Wat Kijk Je TV? Gebruik geen middelen om daar te komen. Want dan u bedoelt middelen op. Zoals paddotripje, ja. LSD. Ja. Doe het niet, marihuana, want je besteedt het DMT, GHB. En je hebt het niet zelf. Dus u zegt eigenlijk... Je hoeft helemaal geen drugs te gebruiken om te trippen. Je moet gewoon bewust worden van jezelf in je eigen lichaam. En dan. Ja. Heeft u zelf wel eens drugs gebruikt eigenlijk? Nee, drugs niet, maar ik drink wel een glas wijn. Maar nog nooit, u heeft nog nooit tripmiddelen gebruikt? Nee. U heeft de sterrenpoort. Is dan de bijverdienste voor de reiziger? Ja, en die heeft u ooit voor 7000 euro omgerekend, ja. Heeft ze die gekocht? Wat is nou de meerwaarde van die sterrenpoort ten opzichte van... Iemand zei, mevrouw, de koper is al aardig wat waard. Maar dat weet ik niet, daar ben ik ook nooit mee bezig geweest. U heeft het wel gekocht voor 7000 euro, maar ja. Wat is dan de meerwaarde daarvan? Meerwaarde is dat wat ik gekregen heb, ik heb er natuurlijk heel erg mijn geestelijke groei mee gedaan. En dat betekent, dat is mijn meerwaarde. Ik wil het hierbij laten, ik wil u hartstikke bedanken voor alles. Voor de reading en voor de mooie woorden. Succes met al je jongeren. Ja, dankjewel. En u met iedereen naar de 5e dimensie krijgen. Het meisje van Volendam is net zo belangrijk. Het mooiste meisje van Volendam enzovoort. Er zijn net zulke belangrijke dingen. Ook belangrijk. Dankjewel. Je kan zeggen wat je wil, maar authentiek is Jo van Buren absoluut. En nee, als het voor haar werkt, dan heeft ze mijn zegen. Mijn hoofd tot nog een beetje na, dus ik laat het nog eens even allemaal lekker bezinken. Als je me kwijt bent, ik ben op zoek naar mijn 5e dimensie. Die kant. Top.